Twee personen zijn gisteren om het leven gekomen bij een aanrijding tussen een militair voertuig en een personenauto. Dit bevestigt politiewoordvoerder Humphrey Naarden. De aanrijding vond plaats op de Kennedyweg ter hoogte van de Coropina-brug. De twee slachtoffers, Milton Enser en Nathalie Lichon, zijn ter plekke overleden. Twee dochters van het echtpaar raakten zwaar gewond, terwijl een inzittende van het militair voertuig met lichte verwondingen ook is vervoerd naar het academisch ziekenhuis. Uit het voorlopig onderzoek blijkt dat de personenauto op de helft van de tegenligger, het militair voertuig, terechtkwam, waardoor ze frontaal tegen elkaar botsten. Beide bestuurders waren in het bezit van een geldig rijbewijs. De verkeersbarometer is nu gestegen naar 36.